die sessie digitaal opstarten, zodat we die ook aan jullie achteraf kunnen bezorgen. En daarnaast ook aan degenen die helaas vandaag niet aanwezig konden zijn. Het kwalitatief beheer en onderhoud van funerair erfgoed belangt ons allemaal. Het is over onze IOED-grenzen heen. En om jullie optimaal te ondersteunen, organiseren wij deze inspiratiereeks. Wij, dat zijn de IOED IGMO, IOED Zuidrand en de IOED Schelde-Durme. We hebben de reeks zelf in 3 delen opgedeeld, zodat we voor elk item voldoende aandacht kunnen geven. En bij elk item gaan we ook een aantal experten uitnodigen. Vandaag gaan we dieper in op het beleidskader en op het inventariseren en waarderen van funerair erfgoed. En we zijn dan uiteraard ook heel blij dat we vandaag beroep mogen doen op het Agentschap Onroerend Erfgoed, de IOED Erfpunt en de gemeente Puur Sint-Amans, omdat zij hun expertise voor willen delen met ons. Wat staat er op de agenda? We hebben enerzijds het beleidskader en de visie op inventarisatie en waardering gegeven door Jurie Mertens vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed. Daarna zal Inge Bates, directeur van Erfpunt, meegeven hoe het traject rond funerair erfgoed aan te pakken. Zij doen dat zelf binnen hun IOED, dus dat is zeer inspiratievol. En dan gaan we ook meer inzoomen op een case, Julie de Kats. Die zal meer vertellen over hoe dat zij hun inventarisatie hebben gedaan van de begraafplaats in Sint-Amans. Alvorens we starten, zou ik willen vragen dat iedereen zijn microfoon uitzet. Heb je vragen, stel ze niet tijdens de presentatie, maar je kan ze wel in de chat zetten. En dan na elke presentatie is er ruimte om je vragen te stellen en antwoorden te geven. Als we niet alle vragen kunnen behandelen, dan gaan we die achteraf ook nog meegeven aan de sprekers. En de antwoorden die wij meekrijgen, gaan wij ook aan iedereen meegeven. Dus niet alleen aan degene die de vraag stelt. Oké, dan geef ik nu het woord aan Jurie Mertens. Dank u wel. Ik ga proberen of dat hier lukt. Goedemorgen. Ik hoop dat ik te zien en te begrijpen, vooral te begrijpen ben voor iedereen. En dat jullie mijn presentatie zien. Dus ja, zoals daarnet al gezegd, ik ben verbonden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Mag daar een klein beetje van mijn tijd besteden aan het funerair erfgoed. En vanuit die context is het de bedoeling dat ik jullie eigenlijk een stukje door of introduceer en door de wetgeving praat. Dus eigenlijk veronderstel ik dat dit het saaiste uur van de hele dag zal worden, of van de hele voormiddag. En de sprekers na mij gaan dat bijzonder boeiend maken natuurlijk. Dus ik ga jullie er proberen van overtuigen dat onroerend of dat funerair erfgoed een zeer waardevol onderdeel van het begraafplaatsbeheer is. Wat ga ik daar met jullie behandelen of bekijken? Ik wil jullie heel graag eerst een kader meegeven wat funerair erfgoed juist is. Dan gaan we even kijken naar de wetgeving om dan te eindigen met het beheer van funerair erfgoed, waar ik vooral een methodologie ga voorstellen hoe jullie funerair erfgoed volgens ons dan kunnen integreren in het begraafplaatsbeheer. Nu, wat is funerair erfgoed? Wat is funerair erfgoed? Wel, eigenlijk is dat al het tastbaar erfgoed dat herinnert aan de dood en de doodsbeleving van onze voorouders. Dat is heel ruim. Met het onroerende wil zeggen dat we ons ook concentreren op de zaken die in de kerken zitten. Dus de klassieke kerkbegravingen, de grafstenen daar. Of wat op de begraafplaatsen aanwezig is. En dan bedoel ik zowel de kerkhoven als de buitenbegraafplaatsen. Nu, het funerair erfgoed is natuurlijk veel ruimer dan enkel die tastbare materialen. Dat gaat ook over rituelen, gedachtenisprentjes, rouwkledij en dergelijke. Nu, dat zijn zaken waar onroerend erfgoed zich niet mee bezighoudt. En daar ga ik het vandaag dan ook verder niet over
over hebben. Een tweede element, er is volgens mij geen tijdskader, dus zolang dat de mens bestaat, sterft die ook. Alleen is er ergens een grens of een breuk rond het jaar 1000. Pin mij nu niet vast op dat jaartal. Archeologen zijn niet blij dat ik dat gebruik, dat jaartal. Maar vanaf het jaar 1000 hebben we eigenlijk bovengronds bewaarde begraafplaatsen, graftekens, historische documenten en afbeeldingen die verwijzen naar die doodsbeleving. Dus ik deel het een beetje op in het archeologisch erfgoed, dat kennis aanlevert tot ongeveer dat jaar 1000. En dan vanaf 1000 in combinatie met dat historisch erfgoed. Dus ook in ons beheer is dat eigenlijk, ja, dat verklaart waarom die archeologen daar ook heel vaak tussen zitten. En een van de krachtlijnen waar we toch de laatste jaren veel meer aandacht aan besteden, is dat funerair erfgoed meer is dan enkel graftekens. Ik krijg regelmatig de vraag van, ja, we moeten die graftekens inventariseren. Ja, dat klopt, maar een begraafplaats bestaat in eerste instantie uit structurerende elementen of structurerende delen. En dan bedoel ik echt wel de omheiningsmuren, de hekkes, afscheidshallen, paden, perken, Calvari die daar staat, misschien een omgangkapellen die daar staan. Dus er zijn heel veel elementen, ruimer dan die graftekens, die een begraafplaats vormen. En kijken we dan naar de kleine elementjes, dan gaat het ook niet alleen over die graftekens, maar ook over bomen en struiken, parkmeubilair. Dus ja, dit is, ik ga een beetje vooruitlopen op de lezing, maar het is eigenlijk onze clue dat we 20 jaar geleden keken naar de graftekens en dat we nu eigenlijk zeggen van kijk naar het geheel en vertrek vanuit dat geheel, zodat je met al die elementen kan gaan rekening houden. De erkenning voor onroerend erfgoed is gelukkig groeiende. Heel kort een klein beetje geschiedenis over die erkenning. De kerkbegravingen, wel, voor zover ik kan zien, zijn we daar toch over eens dat die waardevol zijn, dat we die moeten bewaren. Sinds de 19e eeuw worden daar al publicaties over vervaardigd. Een evolutie die we daar zien, die vroeger gebeurt nog eens dat die stenen naar musea gebracht werden of op het kerkhof opgesteld werden. Wel, dat is iets wat we de dag van vandaag toch afraden. Ook al wordt die kerk herbestemd, probeer die stenen op een nuttige manier binnen in de kerk te behouden. Want die stenen zijn eigenlijk niet gemaakt om buiten te staan. En we zien toch dat er wel wat problemen ontstaan met die buitenbewaring van die marmeren of hardstenen platen die eigenlijk binnen moesten of werden opgesteld. Verkeerde knop. En dan die buitenbegraafplaatsen, buitenbegravingen, dat is iets waar we ons eigenlijk vandaag gaan mee bezighouden. Eigenlijk begint het allemaal, of de aandacht daarvoor begint in 1971, op het moment dat de wet op de begraafplaats en de lijkbezorging wordt gepubliceerd. En ja, die wet is berucht aan het worden omdat daarin de eeuwigdurende vergunning afgeschaft is. Heel toevallig wordt op hetzelfde moment de Rijksdienst Monumenten en Landschappen opgericht, dus eigenlijk de voorloper van het huidige onroerend erfgoed. En we zien dat omwille van die afschaffing van de eeuwigdurende vergunning, dat ook het bij velen wel bekende VZW-epitaaf, die in Laken zitten, dat die opgericht worden. Dan in de jaren 90 krijgen we een heel belangrijke studiedag van de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg. En als jullie op zoek gaan naar informatie rondom inventariseren en dergelijke, dan gaat u heel vaak nog bij documenten van die studiedag uitkomen, die trouwens heel goed werk geleverd heeft. Hè. En in die periode zien we de oprichting van Grafzerkje, VZW Grafzerkje, die tweede vereniging in Vlaanderen die rond funerair erfgoed werkt, waar Epitaaf wat meer op het wetenschappelijke luik gaat werken, zien we dat Grafzerkje meer op dat toerisme gaat spelen. En dan krijgen we 2004 het decreet op de begraafplaats en de lijkbezorging en daar krijgen we dan de introductie van die beroemde, beruchte, verwenste lijst van het lokaal funerair erfgoed. En daar ga ik het straks nog wel over hebben. En dan in 2006
of die laatste periode, laat het me zo zeggen, daar zie je toch een nieuwe problematiek ontstaan. Zoals ik al zei, waar we vroeger echt op de graftekens gericht waren, zien we nu dat we toch meer en meer gaan nadenken over ecologie en duurzaamheid. Het pesticidendecreet heeft daar en dat verbod om het gebruik van pesticiden heeft daar toch wel een duwtje gegeven dat we verder gaan denken zijn dan enkel die graftekens, maar ook over vergroening van begraafplaatsen, ecologie op begraafplaatsen en de verschillende functies van begraafplaatsen. Dus ja, ik zet er nog eventjes de Silent Spring bij van Rachel Carson, wat toch eigenlijk het begin van de groene beweging geweest is. En dan, ja, waar we vanuit onroerend erfgoed toch heel veel aandacht aan leggen, is die aandacht naar beheersvragen en het lokaal erfgoed. Dus ja, een grote mijlpaal voor ons is toch wel een congres geweest dat we in 19 georganiseerd hebben. En dat ging over gebruik, herbruik en medegebruik. Sommigen van u waren daar misschien aanwezig. En je ziet toch dat dat een teneur is in de erfgoedzorg vandaag, dat we van het puur wetenschappelijke, historisch, artistieke, zo je wil, naar de bruikbaarheid van erfgoed aan het evolueren zijn. Daarom dat ik ook een paar publicaties daar vermeld die interessant kunnen zijn. U gaat merken in mijn presentatie zeer veel tekst en linkjes. Ik ga die niet allemaal openen, maar u krijgt na de toelichting krijgt u de presentatie en dan kunt u naar die publicaties, in dit geval die in het blauw staan, kunt u daar gerust naar doorklikken en dan vindt u dan al die informatie. Misschien zeggen, er staan er twee niet aangelinkt, dat zijn aangekomen. Gelinkt, ja. Dat zijn de twee laatste die een waardevol onderdeel van je begraafplaatsbeheer, die zit bij de layouter op dit moment. Dus we hopen dat die er nog deze maand is. Anders is het begin volgende maand. En help, ik heb een kerkhof met heel praktische vraag-antwoorden. Die komt er eind december of begin januari. Dus ja, het zijn, we hebben geschreven dit jaar. Nu eventjes voor alle duidelijkheid een woordje over terminologie, omdat we daar ja, duidelijkheid proberen te scheppen. Iedereen gebruikt wel de term begraafplaats, maar daar, ja, elke term of elk woord creëert andere verwachtingen. Dus we hebben dat iets zuiverder proberen zetten de laatste tijd. En begraafplaats gebruiken we nu eigenlijk voor elke plek waar menselijke resten worden bijgezet. Dus of het nu een kerkhof of een buitenbegraafplaats is, het zijn allemaal begraafplaatsen. Maar gaat u heel specifiek over de gewijde plek rond de kerk praten, dan prefereer je toch die term kerkhof. Die is heel erg ingeburgerd, denk ik. En een nieuwe term is dan de buitenbegraafplaats. En dat zijn eigenlijk de burgerlijke begraafplaatsen die na 1804 ontstaan zijn en gelegen waren, zijn, buiten de woonkernen. Dus het is een heel nieuwe term die we introduceren, maar we denken, het komt uit Nederland, maar we denken dat iedereen wel aanvoelt wat het verschil tussen een kerkhof en een buitenbegraafplaats is. En dan een graf wordt ook heel overkoepelend gebruikt, maar wij gaan die heel concreet gebruiken voor de plek waar de menselijke resten worden bijgezet. Zijn de ondergronds of in een columbarium, dus echt de plaats voor het lichaam. Terwijl het grafteken eigenlijk wijst op het herdenkingsteken dat, dat het graf eigenlijk aanduidt. Dit is een ons en dat dan natuurlijk, dus wij proberen om de term grafmonument niet te gebruiken. Omdat heel veel mensen dat beginnen te verwarren met een beschermd statuut vanuit onroerend erfgoed. Ja, dat is een kleinigheid. Hè. Nu, ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Ik wil u proberen overtuigen van de kwaliteiten van funerair erfgoed. En dat een begraafplaats zoveel meer is dan slechts een dodenakker. Of, en ja, we zijn er eigenlijk wel uit. En dat is in Memento Mori 2 van Tamara Ingels heel mooi uitgespit. Dat een begraafplaats eigenlijk drie functies heeft. In eerste een functie, een primaire functie is een plaats voor de doden. En ik denk dat we daarmee allemaal vertrouwd zijn. Het is dus inderdaad de plaats waar lichamen of assen bijgezet worden, bewaard worden.
Een secundaire functie van die begraafplaatsen is eigenlijk een plaats voor de nabestaanden. Ik denk dat we niet mogen vergeten dat het eigenlijk meer een plek is voor die mensen waar zij elkaar ontmoeten, maar ook rouwen, wat stilte vinden. En een derde functie, en ja, ik ben ervan overtuigd dat die steeds belangrijker wordt, is eigenlijk een functie buiten het rouwproces. En dan spreken we over lichte recreatie, een historisch-artistieke beleving, trage wegen heb ik ook al gezien. En ja, zeker in tijden van corona merk je dat mensen naar buiten willen en dat ze dan onder andere op een mooi aangelegde, heel vaak vergroende begraafplaats, dat ze daar ook gaan wandelen, dat ze daar de boterhammen gaan opeten om toch maar uit huis te zijn en wat frisse lucht te hebben. Dus je merkt meer en meer dat die begraafplaats ook andere functies krijgt. En daarbij is het eigenlijk wel opvallend dat erfgoed dan echt als vertrouwd en geborgen ervaren wordt en dat mensen toch kiezen voor activiteiten en zelfs om begraven te worden in zo'n historische context. Voor de mensen van, die werken op groendiensten hoef ik het volgende niet uit te leggen, maar het zijn fantastische plekken voor biodiversiteit, voor het vergroenen, die parkfunctie waar ik u al over sprak. Dus het is een zeer multifunctionele en bij gevolg ook een duurzame plek. We hebben de laatste tijd de mond vol over duurzaamheid en dan vergeten we soms wel eens om ook naar die begraafplaats te kijken, maar als je merkt dat er heel veel verschillende gebruikersgroepen zijn op zo'n plek om heel veel verschillende redenen en dat ook verspreid over het hele jaar en niet alleen rond Allerheiligen en Allerzielen, dan merk je dat die plek vanzelf eigenlijk duurzamer wordt en nuttiger wordt op heel veel manieren. Dus dat zijn die biodiversiteit die daar groeit, bloeit, heerst en die duurzame plek, ja, dat zijn kwaliteiten, maar ook uitdagingen om dat te gaan bestendigen natuurlijk. Wij geloven dat erfgoed daar een onderdeel van vormt. Ja, voor de heemkundigen onder ons en de historici, kunsthistorici, ja, het zijn fantastische plekken voor wetenschappelijk onderzoek. We denken natuurlijk eerst aan die stenige materialen die daar aanwezig zijn, maar ook voor onze archeologen, voor de antropologen, het onderzoeken van skeletten die daar gevonden worden, zelfs heel recente skeletten, die bevatten bijzonder interessante informatie. Ook om toestanden zoals we ze vandaag meemaken te begrijpen. Dus het is ook een plek voor wetenschappelijk onderzoek. En ja, als we gaan bewaren, en dat is toch voor een stukje waar een roerend erfgoed voor staat, dan betekent dat ook herstel en onderhoud van graftekens en het continueren van de oude beroepen van de grafmaker en de beeldhouwer. Maar het gaat ook over het gebruik van lokale blauwe hardstenen en dergelijke. Dus, en heel lokale materialen, zelfs veldstenen en dergelijke. Dus het is een heel boeiende plek waar je eigenlijk heel veel richtingen mee uit kan en die voor heel veel mensen nuttig is. En daarom dat ik ook zeg dat de kwaliteiten van funerair erfgoed een som van de onderdelen is. Je kan niet alleen naar het groenbeheer kijken of niet alleen naar het historische luik of niet alleen naar het duurzaamheidsluik. Het is werkelijk een totaal verhaal. Daarom een ander puntje, ik denk dat het straks ook nog wel aan bod komt. Een beheer voor een begraafplaats kan je volgens mij niet overlaten is een fout woord, maar niet aan één gemeentelijke dienst toevertrouwen, alleen aan de erfgoeddienst of alleen aan de dienst burgerzaken. Maar het is werkelijk een samenwerken tussen burgerzaken, groendienst, tot zelfs onderwijs en academie, geloof ik, dat die kunnen bijdragen. Meer informatie, dit wat dieper uitgewerkt, vind je zeker in het onderzoeksrapport dat vorig jaar gepubliceerd is. Dus jullie kunnen die gemakkelijk vinden door dan op dat linkje te klikken. Maar het is niet allemaal positief nieuws. Funerair erfgoed is ook gigantisch bedreigd. Om verschillende redenen. In eerste instantie, veel van die graftekens, ook al zijn ze in steen,
Ze staan al 100, 150 jaar in open lucht, de oudste. Dus u kunt zich voorstellen wat weer en wind daarmee doet. Maar ook vandalisme en diefstal is echt wel een plaag op onze begraafplaats. Ik hoef u dat niet te zeggen. En dieven kunnen werkelijk alles gebruiken, van het brons tot de bloempotten die er op Allerheiligen gezet worden. Hè. Iets waar we denk ik met z'n allen wel iets kunnen aan doen, is het ruimen van onze begraafplaatsen, graven en graftekens. Ik wil hier niet zeggen dat dat niet mag. Het moet zelfs. We hebben die ruimte ook nodig. Maar laat het ons op zijn minst samen doen met de nodige voorkennis. En wij pleiten dan vanuit de erfgoedzorg toch voor een overtuigende toekomstvisie. Dus ja, je kan ruimen, dat is zeker geen probleem, maar zorg dat het beredeneerd is. Dat is eigenlijk de boodschap. En het is misschien vreemd, niet echt, maar het zijn vooral die graftekens van na 1971 die bedreigd zijn. Op het moment dat er geen eeuwigdurende concessie meer kon worden afgesloten. En ja, dat zijn de graven die om de 10, 20, 40 jaar beginnen te roteren en vervangen te worden. Dus we zijn eigenlijk ons erfgoed, ons moderne erfgoed van na 71 vooral aan het verliezen. En ik geef toe, ook al mag ik onderzoek doen en wordt er heel veel onderzoek gedaan naar funerair erfgoed, onze kennis is nog steeds heel beperkt. En ja, het is ook een beetje een oproep om om hierop verder in te zetten. En dat kan zowel door heemkundigen gebeuren als aan universiteiten. Dus iedereen van ons ja, kan meebouwen aan die kennis. Ik wil toch wel even opmerken dat funerair erfgoed onvoldoende beschermd is. We zijn er nog niet, ook al zijn er heel veel sites al beschermd en hebben al een heel mooi overzicht op Vlaams niveau. We zijn zeker nog niet rond. Hè. We zijn nog prachtige begraafplaatsen die ik alle dagen ontdek. En ja, het is toch wel kwestie van aan het draagvlak en de waardering van dat funerair erfgoed nog enorm gaan te werken. Daarom ook, als het gaat over het draagvlak, dat ik het straks ook nog zal hameren op een burgerparticipatie in het hele waarderingsproject en op een heel goede communicatie. Ja, want het is iets waar mensen niet echt spontaan naar op zoek gaan, funerair erfgoed. Het is toch een beetje creepy voor heel veel mensen. Voilà. Ik hoop u daarmee een klein beetje een kader gegeven te hebben, een beetje overtuigd dat er potenties zijn, maar ook bedreigingen. En dan gaan we nu echt naar het saaie deel overgaan. Behalve de juristen, die gaan nu misschien zitten springen. Wat wordt er eigenlijk van de gemeente verwacht in het, en wat staat daarover in de wetgeving? Dus ik heb al gezegd, die drie functies, daar moet je als gemeente gaan mee rekening houden. En je moet ook, aangezien er die tertiaire functie daarbij zit met heel veel verschillende doelgroepen, ja, je moet met, of je wil met al die doelgroepen toch wel rekening gaan houden. En ik ben me er mij zeer goed van bewust dat erfgoed daar maar één element, één onderdeel is. Hè. Dus ja, ik vertel vanuit de erfgoedzorg. Maar ik ben er me zeer goed van bewust dat de beheerders hier aanwezig met heel veel dingen moeten rekening houden. Wat ik ook al gezegd heb, dat heel bewust en gemotiveerd wikken, wegen en creatief beheren. En de volgende vind ik toch wel belangrijk. Begraafplaatsbeheer is maatwerk. Er zijn geen blauwdrukken. We gaan straks en ook op de komende studiedagen ongetwijfeld heel boeiende voorbeelden zien. Ik zou zeggen, gebruik die als inspiratie, maar er is geen blauwdruk. Het wil niet zeggen, omdat één gemeente het op manier A doet, dat manier A voor alle gemeentes gebruikbaar is. Gewoon omdat elke begraafplaats ook anders is. Nog twee boeken erbij die jullie wellicht kennen, maar die zeker inspiratie kunnen geven, Memento Mori 1 en 2. En straks heb ik een vergadering voor een potentiële Memento Mori 3, dus het wordt een boeiend reeksje, denk ik. Voor we echt de wetgeving gaan bekijken, heel veel staat in de wetgeving en ik krijg heel vaak de opmerking, of regelmatig toch, ja, maar het is niet duidelijk en alles is niet uitgelegd.
Wel, als het niet uitgelegd is, mag je het zelf interpreteren. En dat vind ik net fijn aan een wetgeving, dat die ook de mogelijkheid geeft aan jullie als uitvoerders om daar ook creatief mee aan de slag te gaan. Nu, dat eerste belangrijke decreet op de begraafplaats en de lijkbezorging van 2004. Wat staat daar eigenlijk in? Het heeft het over de concessies, waar u dus al als gemeente de voorwaarden daarvan bepaalt. Minstens 10, maximum 50 jaar concessie. En de eeuwigdurende concessies die steeds gratis verlengbaar zijn voor 50 jaar. Daar staat ook die twee artikeltjes over dat lokaal funerair erfgoed, 25 en 26, staan helemaal achteraan. En ik denk soms dat we niet helemaal tot van achter geraken als we die wettekst lezen. Elk grafteken dat eigenlijk uit concessie is en dus eigendom wordt van de gemeente, moet door de gemeente geëvalueerd worden op zijn lokaal funeraire waarde. En elke gemeente zou een lijst van dergelijke graftekens moeten hebben en engageert zich om die te onderhouden voor 50 jaar. Niet in paniek slaan, ik ga dat straks uitleggen, want er zijn toch een paar nuances bij. En de wetgeving laat ook toe, sinds de recente wijziging, dat niet elke begraafplaats elke vorm van bijzetting moet aanbieden. Dat wordt gebruikt om te stellen van er kunnen natuurbegraafplaatsen, je kan in een bos uitgestrooid worden als de gemeente dat aanduidt als een potentie. Eigenlijk is dat er voor een stukje ingekomen om de oude kerkhoven ook terug te kunnen gebruiken voor urnen of voor asbijzettingen. Dus je kan dankzij die, dat genuanceerde begraafplaatsbeheer kan je ervoor kiezen om asbestemmingen wel toe te laten op de ene begraafplaats en niet op de andere, en hetzelfde voor het begraven van lichamen. Dus je kan daar nuances in aanbrengen. En je kan een begraafplaats sluiten voor een bepaalde soort van begraving, maar nog altijd continueren voor andere bijzettingen. En eigenlijk moeten we zeggen, voor crematiebijzettingen, het uitstrooien van assen bijvoorbeeld, is er eigenlijk geen einddatum. Dat kan altijd gebeuren. Dus ik vind dat een wetgeving is die heel veel overlaat aan gemeentes om naar eigen inzicht daarmee aan de slag te gaan. En dan in het besluit van de Vlaamse regering uit 2004 staat dus precies aangeduid wat die lijst van het funerair erfgoed juist moet bevatten. Jo, en je moet daar ja. Even jou onderbreken, gewoon even melden dat je halverwege bent. Oh jee. Je moet rekening houden met historische, artistieke, volkskundige of socioculturele waarden. Dat is toch wel belangrijk. En dan somt dat ook op dat de elementjes die in die lijst moeten staan, de informatie over concessies, bouwfysische toestand, zeer belangrijk, informatie over het grafteken zelf, een foto en dergelijke. En die lijst moet je bezorgen aan de minister van Monumenten en Landschappen, of onroerend erfgoed nu. Zoals ik al gezegd, een open wetgeving. De wetgeving zegt niet hoe je historisch, artistiek, volkskundig of sociocultureel moet interpreteren. Dat mag je zelf doen. Nu, wij geven wel tips van hoe je dat kan doen. En dat kan dan in die publicatie waarvan u hier de link vindt. Maar eigenlijk kan u als gemeente altijd eigen accenten leggen. Niets verbiedt u alle graftekens in één keer te evalueren, ook die alleen nog in concessie zijn. Het voordeel daarvan is dat je dan eigenlijk op lange termijn al weet, op het moment dat de concessie verloopt, wat u daarmee gaat doen. Wat ik ook al gezegd heb, het zijn plaatsen, begraafplaatsen, zijn plekken met niet alleen graftekens, maar ook die muren, die paden, die bomen en dergelijke. Heb ook daar aandacht voor, want als we die bomen gaan wegnemen, bij wijze van spreken, ja, dan worden dat heel saaie plekken natuurlijk. En als u zich dan afvraagt van waar mogen we onze lijsten naartoe sturen, wel, u stuurt die gewoon naar inventaris.onroerenderfgoed@vlaanderen.be en dan komt dat bij mij terecht en dan bezorg ik dat wel aan de minister. Er was wat discussie over, op een bepaald ogenblik moet het naar binnenlands beleid of naar onroerend erfgoed, het mag gewoon naar onroerend erfgoed.
Voilà, nog een paar publicaties. Hè. Dat afwegingskader aan de rechterkant waar u de waarde vindt. Het draaiboek gemaakt door Vlaams-Brabant wordt herwerkt op dit moment. Is nog altijd bijzonder interessant. En het loketboek kennen jullie wellicht. Hè. Nog een kanttekening die ik wil maken. Ik heb daarnet gezegd van u moet 50 jaar onderhouden. Nu, nergens in de wetgeving staat omschreven wat onderhoud precies inhoudt. Dus u kunt dat eigenlijk interpreteren van gewoon conserveren en zorgen dat het niet omvervalt, tot piekfijn restaureren waar u alle elementjes terug gaat aanbrengen. Dus dat onderhoud is heel ruim. Bovendien staat er ook niet duidelijk in wie dat onderhoud moet uitvoeren. Dus als gemeente kunt u eventueel opteren voor het herbruik van die graven, waarbij nieuwe concessiehouders die graftekens gaan onderhouden. En ook het Petermeterschap, waarbij bijvoorbeeld verenigingen zeggen van wij engageren ons voor een bepaalde tijd om dat grafteken te onderhouden. Bovendien, op één en dezelfde begraafplaats kunt u het behoud op heel verschillende manieren gaan toepassen. En ik heb er drie voorbeeldjes bij gezet van de centrale begraafplaats van Brugge, waar u links het hergebruik ziet, in het midden een piekfijne restauratie en rechts het beroemde schedeltje met mos bedekt, waar het puur over conservatie en behoud gaat. Dus op één begraafplaats kan u die verschillende manieren van onderhoud eigenlijk gaan combineren. En dat naar goed inzicht. Ik heb al een paar keer toch gewezen op dat totaalbeeld, op dat totaalverhaal. Bij gevolg een warme oproep om niet langer te denken in termen van individuele graftekens, maar wel echt erfgoedzones af te bakenen. Het is eigenlijk veel gemakkelijker om een zone te gaan beheren dan verspreid over uw begraafplaats individuele graftekens te gaan behouden en daar een beheer gaan te voeren. Dus wij werken heel sterk met dat idee van erfgoedzones. Die eeuwigdurende concessies die vervallen in 21, dat is niet zo zeker. Moet u eigenlijk naar uw eigen lokale situatie even kijken, omdat sommige gemeenten stilzwijgend verlengd hebben in 71 en dat vervalt dan effectief nu. Maar andere gemeentes tellen 50 jaar vanaf de laatste bijzetting van een eeuwigdurende concessie. En dat kan dan van nu tot binnen 50 jaar zijn. Dus daar moet ja. We kunnen niet zeggen dat dit jaar al die concessies vervallen zijn. Nu, als u nog geen beheersplan of erfgoedplan hebt, zou ik zeggen, er is normaal een doorlooptermijn van 2 jaar bij het verval van een concessie. Gebruik die 2 jaar om die lijst van het lokaal erfgoed op te stellen, om een visie te ontwikkelen. En nog eens, communicatie betekent geen boze mails krijgen. Hoe meer je iets verklaart aan de burgers, hoe meer ze mee zijn met het verhaal of de realisatie die je daar wil brengen. Een paar voorbeelden van aankondigingen die ik al gezien heb, waarvan ik denk van, ja, inderdaad, heel goede uitleg, einde concessie, maar wat betekent dat? We zijn bezig aan een erfgoedplan en eventjes geduld. En als ik daarnet zeg van, die oudste graftekens zijn eigenlijk wel safe, iedereen ziet de waarde daarvan in, wel de onderste heb ik deze november gezien en ik kan me niet meer voorstellen dat we zo nog iets afbreken, maar blijkbaar gebeurt het dus wel. Wat mag je dan verwachten van ons als agentschap? Wel, voor het beschermde erfgoed geven wij de klassieke adviezen en premies. Daarvoor moet u eigenlijk bij de erfgoedconsulenten zijn, maar via je IOWD krijg je die zeker te pakken. Interessanter, denk ik, voor het lokaal funerair erfgoed, voor het niet beschermd erfgoed, dat ik daar mag begeleiden. Dat is vrijblijvend gratis. Dus als u plannen hebt rond de opmaak van een lokale lijst of een beheersvisie, dan wil ik gerust meekijken. Wat ik niet ga doen, is dat beleid of die lijst voor u gaan opmaken. Maar ik wil wel gerust meedenken daarin. En we hebben die handleidingen die dus dit jaar gepubliceerd worden,
waarvan u ook al een paar linken zag. Verder doen wij thematisch onderzoek. Dus meer en meer beschrijvingen van kerkhoven vooral zitten ook in onze databank, databank van onroerend erfgoed. En ga vooral eens kijken bij de kerken. In de aanvullende info zit daarvan bij een heel groot aantal al een beschrijving van het kerkhof ook. En dan onze zoektermen hebben we iets verfijnd. We hebben dus die buitenbegraafplaats, hier staat nog de oude term, buitenstedelijke. We hebben die buitenbegraafplaatsen toegevoegd aan onze zoektermen, dus u kunt gemakkelijk op kerkhof of buitenbegraafplaats zoeken. Oost- en West-Vlaanderen, nog even zeggen dat daar wellicht de vaststelling van het onroerend erfgoed gebeurt in 2023 en 2024, dus dat zit er ook aan te komen. En ja, wij beschermen ook op een laag pitje op dit moment. Maar ja, het is nog altijd mogelijk, dus ook daarvoor kunnen vragen bij mij terechtkomen. Dat is de wetgeving. Nu, de opmaak van dat beheersplan, erfgoedbeheer, daarvan denken we dat we dat best kunnen uitvoeren in 3 niveaus en dan steeds met 5 stapjes. Het is de bedoeling dat ik daar snel met u even ga doorlopen. Als ik zeg 3 niveaus, dan wil dat eigenlijk zeggen van vooral eerst vanuit dat vogelperspectief naar de hele begraafplaats en de structuren kijken en vervolgens kijken naar welke erfgoedelementjes het totaalbeeld gaan vormen. Want het probleem dat we heel vaak zien, dat u ook ziet als u zelf op het terrein komt, als u alleen naar de graftekens gaat kijken, linksboven zal iedereen overtuigd zijn dat het erfgoedwaarde heeft, rechtsonder... Ja, in een graftekentje in beton of in mozaïekjes of in witte marmer uit de jaren 70, daar beginnen heel veel mensen de wenkbrauwen te fronsen, terwijl nu net die 3 laatste de meest gevoelige zijn en het snelst verdwijnen. Daarom ook dat we zeggen van werk in grote zones, dan kan je en de spectaculaire, maar ook die kleinere elementen meenemen in je erfgoedbeheer. Want dit wordt een discussie op een ja-nee spelletje op deze manier. Voorbeeld van totaalbenaderingen, dan zie je dus dat er ja, heel spectaculaire dingen, maar ook eenvoudige dingen samen kunnen voorkomen. En kom alsjeblieft niet zeggen van, we zijn Père Lachaise niet. Wel, elke begraafplaats is Père Lachaise van uw gemeente. En bij grote steden gaat u inderdaad fantastische 19e eeuwse graftekens zien, maar 99% van ons funerair erfgoed is ontstaan in de jaren 20, 30 en later. Dus op een kleine kerkhof, op een gemeentelijk kerkhof, ja, verwacht daar geen grootse grafkapellen, maar ja, echt dat erfgoed van het interbellum en de naoorlogse periode. Ik hoop dat dat groot genoeg is, want bij mij staat het heel klein. We denken dat uw proces vertrekt vanuit een heel duidelijke vraagstelling. Sla dat niet over, want als je een slechte vraag stelt, krijg je een slecht antwoord. Dus die vraag moet heel duidelijk zijn. Dan doorloop je eigenlijk 3 niveaus. We stellen voor om in eerste instantie je de verschillende begraafplaatsen in je regio of gemeente te gaan bekijken en te gaan beslissen van waar zit wel erfgoed, waar zit geen erfgoed, waar hebben we een erfgoedreflex nodig en waar niet. Vervolgens te gaan kijken naar 1 specifieke begraafplaats en daar echt de grote lijnen te gaan neerschrijven, die structuren, die beeldbepalende zones waar je het historisch verhaal aanvoelt, waar je ook... het esthetische verhaal aanvoelt om die zones in kaart te gaan brengen. Om vervolgens in het derde niveau, het niveau element, om daar te gaan kijken van welke boom, welk grafteken, welk pad draagt nu bij tot dat totaalbeeld dat ik eigenlijk wil bewaren. Dus het is ja, een druppelsgewijs van een grote zeef naar een kleine zeef volgens ons. En niet andersom. En dan... denken we met een goede vraagstelling en een goed gemotiveerd proces dat je bij een bruikbaar antwoord en in sommige gevallen een beheersplan uitkomt.
Ja, eventjes herhalen. Het is meer dan graftekens. Het is dus eigenlijk het opbouwen van een totaalvisie. Enorm veel aandacht besteden aan de kwaliteiten die er zijn, want die gaan je beleid bepalen. En het versterken van kwaliteiten is veel gemakkelijker dan het creëren van een kwaliteit. En ja, het totaalproject. Hier het grafteken Arton van Victor Horta, of ontworpen door Victor Horta. Wel, dat staat in een laantje. U begrijpt al dat dat eigenlijk een totaalverhaal is, een erelaantje met het grafteken daar. Dus visie, beleid, totaalproject, gekoppeld aan de drie niveaus waarover ik al sprak. En eigenlijk op het hoogste niveau, in de handleiding die binnenkort gepubliceerd wordt, spreken we daar van de genius loci. Dat heeft eigenlijk te maken met het bepalen van de geest van je begraafplaatsen. Hoe voelt die begraafplaats aan? Je gaat de beeldkwaliteit, die sterkte en zwakte analyseren per begraafplaats en dan pas naar dat object kijken. Dus ja, het is drie keer hetzelfde wat ik eigenlijk vertel, maar altijd met andere woorden, met andere nuances. Hè. Ja, heb ik al gezegd, van vogelperspectief naar kikkerperspectief en die erfgoedzones. Hè. Het is alleen maar door met erfgoedzones te werken, daar ben ik heilig van overtuigd, dat je de discussie van waarom het grafteken van Jules van Maria wel en niet van die of degene. Er is altijd wel iemand die vindt dat zijn graf belangrijker is dan dat van iemand anders. Als je met die zones werkt, dan heb je tenminste iets in handen om te zeggen van ja, maar dit is een sterk beeld, dat willen we bewaren en daarom is graf X, Y of Z er niet bij. Nu, per niveau doorloop je volgens mij 5 stapjes. Dat ziet er een heel ingewikkeld schema uit, maar dat is het eigenlijk niet. Een beetje hetzelfde als daarnet. In eerste instantie stel een duidelijke vraag. Wat wil je bereiken met dit project of in deze fase? En dan, wat ik daarnet toch ook al aan het begin van de toelichting gezegd heb, het is een tweesporen verhaal. Aan de ene kant heb je het begraafplaatsbeheer, het dagelijks beheer van de begraafplaats. Van het uitvoeren van bezettingen tot het maaien van het gras, tot het onderhouden van de paden. En dat moet eigenlijk in evenwicht zijn met, denk ik dan, met het erfgoedbeheer. Dus eigenlijk, waar willen we met ons historisch verhaal naartoe? Dus ik plaats hier beide echt op hetzelfde niveau. Nu, we denken dat je dan in stap 2 eigenlijk eerst eens moet gaan duidelijk registreren hoe je begraafplaats vandaag gebruikt wordt, hoe je onderhoud, je beheer vandaag gebeurt. En ook een duidelijke beschrijving van alles wat eigenlijk aanwezig is op die begraafplaats. De materiële realiteit of feitelijkheid van je begraafplaats. Dus op dat moment registreer je, ga je nog niet evalueren, nog geen keuzes maken. Dat doe je dan eigenlijk pas in de volgende stap. Daar ga je, wat het beheer betreft, je toekomstig beheer, je wensen daarvoor gaan neerschrijven. En daar hou je dan niet alleen rekening met die primaire functie, maar ook met die secundaire en tertiaire functie waarvan ik gesproken heb. Dus ja, ook al die andere doelgroepen die je wil gaan faciliteren, wat betekent dat voor je toekomstig beheer van je begraafplaats? En aan de erfgoedkant ga je dan kijken van welk erfgoed willen we bewaren voor de toekomst, welk is waardevol en welk beleid of hoe moeten wij ons beleid nu gaan aanpassen om ook daarvoor een goed beheer gaan uit te voeren. En dan ja, als je alles geregistreerd hebt en je toekomstwensen geformuleerd van zowel het beheer van erfgoed als van de begraafplaats, ja, dan moet je die gaan confronteren. Hè. Dan ga je die naast elkaar plaatsen. En dat is geen gemakkelijke oefening, dat weet ik. Op dat moment zoek je eigenlijk een gulden middenweg. Je gaat je begraafplaatsbeheer een beetje moeten aanpassen aan het erfgoedbeheer. En ik weet maar al te goed dat alles wat heel interessant is, of een beetje interessant,
qua erfgoed, dat je dat niet allemaal kan behouden. Maar zolang je een gulden middenweg hebt en kan uitleggen waarom je een bepaalde keuze maakt, dan denk ik dat we daar eigenlijk safe zitten. En dat geheel ga je dan neerschrijven in je verslag, je beleidsvisie of je beheersplan, noem het zoals je wil. Wat dat betreft, als het een beheersplan is, alsjeblieft zo concreet mogelijk en echt per erfgoedelement al gaan zeggen van hoe je dat naar de toekomst wil gaan bewaren. Een beheersplan is er niet om achteraf nog eens moeten na te denken van hoe dat je het gaat toepassen. Dus maak dat zo concreet mogelijk, motiveer en verduidelijk ook je keuzes. En dan wat ik daarnet al aangehaald heb, zorg voor een multidisciplinair team. Hè. Je kan het niet alleen met interne experts en dan iedereen die een beetje werkt bij een stad of gemeente noem ik een externe expert. Soms heb je ook kennis niet in huis, dus ga ook eens kijken bij heemkundige kringen, bij studiebureaus die gespecialiseerd zijn in de materie. En ik zou zelfs zeggen, luister ook eens met je begrafenisondernemers, want zij moeten het hele ding toch dagelijks gaan gebruiken. Zorg ook dat je begrafenisondernemers mee zijn met u. Verhaal of met uw realisatie op de begraafplaats. En een gedegen burgerparticipatie. Het is volgens mij de enige manier om de burgers mee te krijgen in het hele verhaal. Dus dat betekent ze meenemen in het bad, laten inventariseren, laten meedenken ook over uw beheer. Het gaat ook over aankondigingen op social media bij de inkom van uw begraafplaats van kijk, dat gaan we nu doen. We willen gaan vergroenen. Ja, onze begraafplaats gaat er 3, 4, 5 jaar heel lelijk uitzien, maar dan komt het heus wel goed. Mensen vinden een bloemenweide fantastisch, behalve in juni wanneer de bloemetjes uitgebloeid zijn en er moet gemaaid worden en dat eventjes niet lukt. Dus maar leg dat uit. Dus die communicatie en die burgerparticipatie, ik geloof daar heilig in. Dus ja, het is een verhaal met vele oplossingen en ik kan u jammer genoeg niet zeggen welke de juiste is. U zal de oplossing moeten zoeken die bij uw gemeente past. Daarnet heb ik ook gezegd van er bestaat erfgoed dat we heel evident vinden en erfgoed dat we minder evident vinden. Wel, heel vaak wordt, wanneer we het hebben over inventariseren, wordt er geïnventariseerd in categorieën. Wel, dat heeft niet alleen, is niet alleen handig om te beslissen van wat behouden we en wat laten we gaan, maar ook om uw beheer aan die verschillende categorieën te gaan koppelen. En zo heb ik eentje overgenomen uit de stad Gent en een beetje aangepast, waar men met 5 categorieën werkt, waarbij elke categorie ook meteen een vorm van onderhoud gekoppeld wordt. En deze 5 categorieën worden op hun begraafplaatsen toegepast. En u ziet dat het behoud er werkelijk gaat van verwijdering bij categorie E tot een volledige restauratie en alle nuances die daar tussenin zitten. En ja, natuurlijk, als u in zones werkt, dan is het veel gemakkelijker om te zeggen van wij gaan die verschillende types van beheer gaan combineren. We gaan een paar heel opvallende dingen perfect restaureren, andere gaan we gewoon conserveren en behouden. En sommige kunnen zelfs vervangen worden, mits er bijvoorbeeld terug een hardstenen grafplaat gelegd wordt in plaats van een granieten grafplaat. Als ik het daarover heb, je kunt in uw begraafplaatsreglement eigenlijk voor erfgoedzones aangeven van ja, u mag daar nog begraven worden, ja, u mag daar een nieuwe grafsteen leggen, maar die moet aan die en die criteria voldoen. Zolang je burgers de kans geeft op een andere plek van de begraafplaats een niet-erfgoedzone te zetten wat ze willen, dan kan je dus eigenlijk beperkingen of extra kansen geven in erfgoedzones. Als ik zeg extra kansen, het kan zijn dat je allemaal dat je een reglement hebt dat zegt van grafstijlen, de kopstukken mogen maximaal 1 meter hoog zijn, maar dan heb je grote graftekens langs het hoofdpad. Misschien kan je daar dan zeggen van daar mag je eigenlijk tot 2 meter gaan om zo'n stijle te zetten. Ik zeg maar iets of 1,70 meter. Dus je kan nuances brengen in je eigen begraafplaatsreglement. Ja, ik heb het al gehad over dat petermeterschap, dat herbruik, die erfgoedzones. Ik heb ook al voorgesteld om een zone waar heel mooie graftekens stonden, maar niet meer gebruikt werd, om die dan te gaan gebruiken als een strooiweide, in plaats van
op een andere plek een nieuwe strooiweide gaan aan te leggen. Dus ja, dat zijn zaken. Ja, ook een knekelput. Hè. Ik bedoel, als je toch een knekelput moet maken, waarom zou je geen bestaande familiekelder die niet meer gebruikt wordt, niet gaan gebruiken als knekelput? Bespaart ook plaats en kan misschien gemakkelijk aangepast worden dat knekels daarin bewaard worden. Geeft mensen ook een goed gevoel dat ze iets weten van we hebben nog een mooi grafteken dat er bovenop staat, meer dan zomaar een grasveldje. Voilà, hier een paar voorbeelden van het herbruik van grafstenen, zeer divers. Linksboven Kortrijk, waar een aantal stenen verzaagd zijn om als bank te gaan gebruiken. En in Heffen, Mechelen, linksonder, het is een oude grafsteen, maar vroeger werden grafstenen hergebruikt als paden, als dorpels. Waarom zouden we het vandaag niet doen? Je kan dan nog kiezen of je de naam naar boven of naar onder legt. Onderaan midden in St. Pancras Gardens, waar eigenlijk oude grafstenen allemaal samengebracht zijn om één groot herdenkingsteken te gaan vormen. Als je toch een ruimte moet gaan ruimen, ja, waarom zou je die grafstenen niet gaan gebruiken om een soort van herdenkingsmonument te gaan maken? En in het midden boven, een prachtig voorbeeldje in Besson in Frankrijk, waar dus een oude grafkelder als knekelput gebruikt is. En dan rechts terugbruggen, twee keer het herbruik van een grafteken met het aanbrengen van de nieuwe namen op een heel mooie manier. Voilà, nog eventjes verwijzen naar onze goede collega's van Monumentenwacht, die een prachtige brochure hebben over het onderhoud van funerair erfgoed. En ja, ik zou zeggen, deze als afsluiter, het is een beetje mijn lijfspreuk, erfgoed is het doorgeven van het vuur, niet het aanbidden van de as. We moeten zeer doelbewust gaan nadenken wat we wel en niet willen behouden. Jammer genoeg kunnen we niet alles behouden, maar zolang dat we dat samen gemotiveerd en in volle overtuiging doen, dan denk ik dat we het vuur van het funerair erfgoed doorgeven en niet op de laatste restantjes zitten te kijken. Voilà, hulp nodig. Paar instanties, paar publicaties die jullie ook kunnen helpen. En ik denk dat hier ja, inderdaad mijn telefoonnummer en mijn e-mail staat. Jullie IOED's zijn zeker contactpunten. Kunnen jullie verder helpen? Via hen of rechtstreeks mogen jullie ook mij contacteren. Voilà, maar dat is eigenlijk wat ik jullie te vertellen had. Ik begrijp een hele boterham. Maar laat het inzinken. Jullie krijgen de presentatie ook. En achteraf kunnen we gerust samen daar nog over freewheelen. Of ik kom eens bij u langs. Ik ben graag eens buiten om samen te kijken wat dat er mogelijk is. Dank u. Bedankt, Juri. Bedankt, Juri, voor deze zeer heldere uitleg en uiteenzetting. Ik denk dat ik voor iedereen kan spreken wanneer ik zeg dat wij daar allemaal heel veel vanuit hebben geleerd en dat dit zeer interessant was. Ik zie nog geen vragen opkomen in de chat. Ik weet niet of dat er vragen nu al zijn. Dan mogen ze deze zeker gesteld worden in de chat. Of er zijn zoveel vragen dat jullie er niet aan beginnen om ze te stellen. Dat kan ook zijn natuurlijk. Ik hoop niet dat ik jullie overdonderd heb eigenlijk. Of afgeschrikt. Ik zie hier een vraag van Paul. Graven documenteren kan via foto's. Is er een conflict met privacy? Voor de oudere graf... en nu weet ik niet foto's of dat je bedoelt via de eigen foto's of via de foto's die erop staan. Eigen foto's, wel, als je zelf foto's neemt, dan...
heb jij natuurlijk de rechten op die foto's. Dus daarin bepaal je zelf of je die foto's vrijgeeft of niet en wie ze kan gebruiken en niet. Wat de afbeelding of het graf zelf betreft dat op die foto's staat, dat wordt voor mensen die langer dan 20 of 25 jaar dood zijn niet als een privacy issue beschouwd. Zo heb ik het toch begrepen van onze juridische dienst. Dus zelfs als u foto's neemt van die porseleinfotootjes die erop staan, van de mensen, ja, mensen zijn herkenbaar of de namen, dat wordt niet als een privacy gevoelig element beschouwd. Zo heb ik het toch altijd begrepen. Loop ik ze gewoon af, want ik zie de chat. Ja, doe maar. Is het allemaal vrijblijvend voor gemeenten? Ja, het is lokaal funerair erfgoed en er staan geen strafmaatregelen in de wetgeving. Ook al, dus ja, het kan niet afgedwongen worden. Daarom ook dat we ervan overtuigd zijn dat we moeten sensibiliseren en aandacht vragen en samenwerken om dat te realiseren. Maar uiteindelijk is het een lokale bevoegdheid begraafplaatsen. En ja, ligt de beslissing of jullie het wel of niet doen bij jullie. Wat dat betreft zou ik dan ook zeggen, als uw gemeentebestuur zoiets heeft van we gaan de wet op de puntjes volgen en we gaan een inventarislijst opmaken en die mooi aan de minister bezorgen en dan is de oefening gedaan, dan heb ik zoiets van begin er alsjeblieft niet aan. En nu schiet ik misschien in mijn eigen voet, maar een inventaris opmaken, daar hebt u mensen voor nodig, daar hebt u middelen voor nodig. Of het nu met vrijwilligers is en heemkundige kringen, of u laat het de professionelen doen. Heel veel mensen stoppen daar tijd en geld in. En als je dan een lijst hebt en je gaat die vervolgens niet toepassen in je beheer, dan vind ik het eigenlijk een beetje een verloren zaak. Tenzij natuurlijk de opdracht van de heemkundige kring is om wat interessant is te publiceren als een artikel. En dan krijgt u binnen 10 jaar een mooie publicatie. Zo zag onze begraafplaats eruit. En dan gaat iedereen weer zeggen, oh jammer, want dat is allemaal weg. Dus ja, het is vrijblijvend en beslis als gemeente waar u zelf naartoe wil. Maar ik denk dat het een meerwaarde is om ook dat erfgoed mee te nemen in dat hele beheer. En ja, dat beantwoordt de volgende vraag ook, hè? Ja, ja, inderdaad. Ik merk heel vaak, en ik weet nu niet, ik hoop niet dat ik nu politici ga boos maken, maar ik merk inderdaad dat ik bij mensen die studiedagen als deze volgen, bij ambtenaren, bij IOED's, bij erfgoedliefhebbers, ja, dat ik voor eigen deur praat en dat wij met z'n allen overtuigd zijn dat het nuttig is en dat het een meerwaarde kan zijn. Ja, die politici die hebben ook andere belangen en die kijken ook naar andere zaken. Dus ja, ik denk dat ik dan even naar jullie moet kijken om toch maar te blijven overtuigen. En, maar nee, ik sla niet op een tafel en ik kan ook geen brieven schrijven naar jullie besturen van jullie moeten dat doen. Ik geloof in het overtuigen en het samen op pad gaan wat dat betreft. En nu denkt elke van, je zit zeer goed in wollige antwoorden geven. Ah nee, dat was Elke niet, dat was Els die dat vroeg. Zeg stop als ik moet stoppen. En mijn antwoorden, mogen beschermde grafmonumenten weggehaald worden als ze volledig ingestort zijn of moeten die toch bewaard blijven? Ja, als ze beschermd zijn, moeten ze bewaard blijven, hè? Nu, daar is wel een verschil. In eerste instantie, voor beschermde sites moet u eigenlijk een beheersplan hebben. Dat vertrekt vanuit het erfgoed. We gaan ervan uit van erfgoed grafmonumenten die echt als monument beschermd zijn, als unieke, op zichzelf staande objecten, dat ze dan zeker moeten blijven en moeten hersteld worden. Als ze beschermd zijn, bijvoorbeeld de begraafplaats of het kerkhof is beschermd en
Ja, daar gaat zo'n beheersplan beslissen of iets blijft of niet. Nu, heel vaak zeg ik ook van zo'n beheersplan is wat mij betreft een nulmeting. Het heeft weinig zin om meer voorkomende graftekens allemaal te gaan behouden, terwijl er 2 of 3 heel slecht zijn bijvoorbeeld. Dan heb ik zoiets van, we hebben nog 3 voorbeelden, laat die 2, 3 dan weggaan. Het is jammer dat je dingen... dat je een beheersplan zou gaan opmaken en zegt van het is vandaag opgemaakt, maar we moesten gisteren eigenlijk aan het restaureren geweest zijn. Dus beschouw het als een nulmeting, vanaf nu gaan we verder naar de toekomst. Dus maar het beheersplan bepaalt dat eigenlijk. En zoeken naar de gevoelige snaar. Plaats voor lichte recreatie en rust. Ik weet niet of dat een vraag of een bedenking is. Ik zie hier de vraag van Sebastian Govaert. Ja. Misschien kan deze als laatste beantwoord worden. En dan voor de rest zullen we de vragen samen bundelen. Allee, de vragen die nog komen samen bundelen. En dan een schriftelijke antwoorden geven. Dus dat zijn er goede voorbeelden van begraafplaatsen die traditioneel fel verhard waren, die vergroend worden. Ik denk dat de mooiste voorbeelden eigenlijk onze kerkhoven zijn die tot 2015 platgespoten werden en waar nu toch schoorvoetend wat vergroening gebeurt. Ik kan er niet zo uit het hoofd heel veel opsommen om de heel eenvoudige reden dat ik het beheer niet zie. Dus ik zie het onderzoek en het motiveert me heel wat minder het beheer. En wees gerust voor iedereen die vandaag volgt. Heel veel gemeentes zitten helemaal aan het begin van het traject nog. Een uitgebreide ontruiming, is dat een probleem? Ik denk van niet. Als je weet wat je behoudt en waarom je ruimt. Laat die afweging op zijn minst gebeurd zijn. Te vaak wordt er nog eerst geruimd en dan nagedacht van wat gaan we nu houden. Dan draai je de boelje een beetje om. Hè. Als het over dat vergroenen gaat, bedenk dan dat kerkhoven, maar ook buitenbegraafplaats, eigenlijk ontworpen zijn om door de levenden gebruikt te worden. En voor kerkhoven bijvoorbeeld weet ik dat... Tot goede 50 jaar geleden, tot de Tweede Wereldoorlog, dat het gras bijvoorbeeld gemaaid werd. Hè? En hooi van gemaakt en verkocht werd en verpacht werd. En dus het zijn plekken die altijd op heel diverse manieren gebruikt zijn. Het waren wandelparken en dergelijke. Dus als je daarmee aan de slag gaat, dan denk ik dat er heel veel mogelijkheden zijn in dat vergroenen op heel genuanceerde manier. Ik wil daar gerust nog eens over nadenken of dat er goede voorbeelden zijn en dat wil ik die gemeente wel later meedelen. Sebastian, en voor alle anderen, deze sessie, deze reeks is in 3 delen opgedeeld. Een derde deel zal vergroening ook aan bod komen. Dus daar zal waarschijnlijk een antwoord op je vraag zijn. Dan denk ik dat we best nu eventjes een korte pauze nemen en dat we 11:15 terug achter de computer zitten, zodat we kunnen starten met de volgende presentatie. Dankjewel, Jurgen. Oké. Het is 11:15. We gaan opnieuw van start gaan met de tweede spreker. Dat is Inge Buitens, directeur van Erfpunt, dat is de IOED uit het Waasland. Dankjewel Inge om ook jouw presentatie en jouw expertise met ons te delen en ik laat je meteen aan het woord. Dankjewel Sarah. Ik moet even gewoon worden met... Ja. Wij zijn enkele jaren geleden gestart eigenlijk met een project rond het Waasfunerair Erfgoed. En de doelstelling van dit project was eigenlijk het ondersteunen van de 10 aangesloten Waasse gemeenten bij onze projectvereniging in de opmaak van een lokale lijst waardevol funerair erfgoed. Als tweede dan eigenlijk ook de opmaak van een proactief onderhoudsplan voor dat funerair erfgoed en het versterken en ontsluiten
van de verhalen van het aanwezige erfgoed. Hoe hebben we dit eigenlijk aangepakt? Wel, een eerste actie betrof eigenlijk het sensibiliseren van de Waalse gemeenschap. En dat betekent niet alleen het beleid of de vrijwilligersorganisaties die heel actief zijn rond rond erfgoed, maar ook echt de burger, inderdaad, van klein naar groot. En tijdens Open Monumentendag, dus in 2018, hebben we gewerkt rond het creatief project Cenotaaf. En op verschillende locaties in het Waasland konden dan eigenlijk bezoekers van begraafplaatsen dan eigenlijk hun ideeën over een begraafplaats van de toekomst dan eigenlijk vereeuwigen via een creatief project. En dat zijn dus eigenlijk wel hele toffe insteken geweest. Rechts ziet u bijvoorbeeld een detail van een paneel, dus waar dan eigenlijk het betrof een vijver. Dus eigenlijk een park met een vijver waar dan eigenlijk stenen zichtbaar waren, met daar eigenlijk wat je dan eigenlijk, dat waren stapstenen. De bedoeling was dat men eigenlijk een aantal kleine herdenkingsmonumentjes in het water dus liet staan en dan met de namen van de familie en dergelijke meer. Daar had je ook dan eigenlijk een participatief na Open Monumentendag een participatief project met scholen, waar we dus eigenlijk klassen, dus de leerlingen vroegen van kijk, hoe wil jij herdacht worden? Of hoe wil jij jouw geliefden herdenken in de toekomst? En ook dat, ook hier gingen de leerlingen dus eigenlijk met borstel, schaar, lijm, papier en dergelijke en verf mee aan de slag. En merkten we wel dus hoe nauw het aan het hart lag van die kinderen, dus over hoe men zijn geliefde en zichzelf wil herdenken. Ja. Dus eenmaal sensibilisering daar rond gestart was, zijn we eigenlijk met studiebureau Intro van start gegaan. Dus met een traject voor alle gemeenten. En het doel daarvan was eigenlijk een soort nulmeting bij de Waalse gemeenten. Dus opmaken, wie is er bezig met de begraafplaatsen, hoe zijn die taken verdeeld? Wat heeft men eigenlijk ter beschikking van info over de begraafplaatsen? Voor alle 10e gemeenten dan werd dan eigenlijk een stand van zaken gemaakt, zodat ze zelf een overzicht hadden van ja, kijk, hoe gebeurt dus eigenlijk heel dat beheer en organisatie rond die begraafplaatsen. En dan eigenlijk werd er ook gekeken van ja, hoe ver sta je met de opmaak voor een lijst funerair erfgoed. Wat te verwachten viel, was dat bij alle Waalse gemeenten dat die eigenlijk een hele traject op een ander punt stonden. Wat op zich geen probleem was, het bureau zelf maakte dan ook een advies voor traject eigenlijk op, zodat een opmaak voor lokaal funerair erfgoed dan eigenlijk tot stand kon komen. Gedurende een jaar, een jaar en een half, werd dit traject dan ook nauw opgevolgd door een coördinator dus binnen Erfpunt en door het studiebureau ook. En ondertussen werden ook die sensibiliserende workshops met het onderwijs verder dus gevoerd. Ja. En dan hadden we eigenlijk ook wel een slotmoment, waar we dus eigenlijk een soort, ja, laten we zeggen, regionaal overlegmoment, waar we iedereen hebben uitgenodigd van gemeente, maar ook beleid, erfgoedorganisaties, van kijk, hoe ver staan we in het Waasland? Waar willen we naartoe?
Dante. En zo is eigenlijk een vervolgtraject dus eigenlijk tot stand gekomen. Want wat heel duidelijk bleek, is dat alle gemeenten vragende partij waren, dat dus eigenlijk Erfpunt een verdere coördinerende rol zou dus eigenlijk vervullen dan in heel dit project. Want, ja, ik kan maar, ik zie een stuk van mijn presentatie niet, omdat dat balkje van presentatiebeheer er vlak in mijn tekst zit. Dus mijn excuus is dat ik soms even stop, maar ik ben gewoon aan het nadenken, ja, wat heb ik nu weer geschreven. Want, ja, ons vervolgtraject dat in 2021 startte, dus, en waar dat we toch het einde voorzien dus zijn. 20 is de weg naar een volwaardig lokaal beleid rond funerair erfgoed. Hier neem ik nu even tijd om ook dus hele traject even voor een gemeente dan, dus toe te lichten. Alles start eigenlijk met de zoektocht naar grondplannen van begraafplaatsen en andere info. Niet 19e-eeuwse plannen dat, of begin 20e-eeuwse plannen, maar echt actuele grondplannen. Dat is niet altijd een evidente zaak, hebben we gemerkt. En dan is eigenlijk het eerste wat er moet gebeuren, is een opmaak van een digitaal grondplan, indien nodig. Of de actualisatie van een digitaal grondplan, wanneer het al enkele jaren geleden is, dat men eigenlijk gewerkt heeft. Aan dat plan. Daarnaast vragen wij ook dan eigenlijk lijstconcessies op bij dus de dienst burgerlijke stand. Die concessies kunnen geven al eigenlijk een indicatie welke grafmonumenten en dus eigenlijk waarvan de concessies eerst kunnen vervallen. En dat is ook wel in het later traject wel belangrijk. Ook een overzicht van erfdienstbaarheden. En een beschrijving van het statuut van de graftekensvragen. Eenmaal dat in orde, kan er eigenlijk gestart worden dus met de inventarisatie van graftekens. We noemen dat de big list, hè, omdat we, ja, laat ons zeggen, we laten alle kansen en opportuniteiten open. Daar wordt ook gewerkt, elk gemeente werkt op zijn manier. Er zijn er die dus eigenlijk jobstudenten aanstellen, die na een vorming dus eigenlijk aan de slag gaan in de begraafplaatsen. De gemeente roepen soms ook vrijwilligers op. Dat kunnen vrijwilligers zijn van erfgoedverenigingen, maar ook gewoon burgers. Hè? Dus en ook de scholaar. En dan eigenlijk ook wat er ook gebeurt, is dat sommige gemeentelijke diensten het in eigen hand opnemen. Dat kan ook gebeuren. Daar op zo'n inventaris. Komt dan eigenlijk info, dat bijvoorbeeld over de eventuele concessie en de begraven personen, dat kan achteraf nog ingevoerd worden, maar vooral ter plaatse, wat is belangrijk, het maken van een foto, info over het grafteken, aanduiding op een grondplan, En Sarah, ik weet niet, kan jij nu anders eens een voorbeeld van zo'n inventarisfiche oppoppen? Moet ik dan presentatie stoppen? Je mag presentatie. Wacht, ik ga eens kijken hoe ik het op. Ik heb het openstaan, hè, uw fiche. Ja. Momentje, ik ga eens zien.
Ik denk dat we best heel even zit, maar gewoon presentatie stoppen en dan zal ik die opnieuw openen. Dat gaat gemakkelijkst zijn. Yes, sorry. Digitaal vergaderen is altijd gemakkelijk, maar op het moment dat je dat zoiets iets extra moet doen. Dus normaal gezien zien jullie die fiche hier. Wacht, ik ga jullie even naar boven gaan. Openstaan. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is een... dus eigenlijk een fiche. Waar dan te, die is digitaal opgemaakt. En je ziet hier dus eigenlijk... het nummer van het graf, dus dat teruggevonden is op het grondplan en eventueel dus eigenlijk ook te zien is bij het grafteken zelf. Een foto en dan dus eigenlijk de aanduiding dus op het grondplan van de begraafplaats waar het precies is. Dan, dan heb je eigenlijk de volgende vragen, dus type, dus... dan kun je kiezen tussen eigenlijk een stijle, een vlakke, een, allee, dus eigenlijk sarcofaag en dergelijke meer. Wat is er op en rond het graf? Daar heb je ook een aantal mogelijkheden die je kan aanduiden. Materialen dat, die je dus eigenlijk nog op het graf ziet of waar het graf is opgemaakt. Eventueel afmetingen en dan eigenlijk, laten we zeggen, een eerste indruk van hoe, welke toestand is dat graf eigenlijk. Want als, het, als er opmerkingen aan te maken zijn aan de fysische toestand, dus eventueel aanduiden wat is eigenlijk de schadebeschrijving. Hè? Want, dat kan zijn een verzakking, het kan zijn dat er een boom eigenlijk het grafteken verdrukt en dergelijke meer. Dan heb je ook nog de epigrafie. Wat staat er dus eigenlijk opgenoteerd? Dat kan aangevuld worden. Ook hoe zijn die letters aangebracht, verdiept, verheven, dus opgelegd, zo meer. Ja. Dan ook in verband met afkortingen en dan zijn er portretfoto's, hoeveel, dan welke symbolen zie je nog terug eigenlijk op het graf. Kan je dus ook eigenlijk allemaal aanduiden. Is er ook melding van bijvoorbeeld een beroep? Soms gebeurt dat wel, pastoor, dokter, architect, dus burgemeester. Dan, ja. Ja, dat is voldoende hoor. Ik ga terug de... kan je terug de gewone presentatie geven? Ja, een momentje. Zo. En dan normaal gezien kan je terug het beheer overnemen. Ja, inderdaad. Perfect. Oké. Okay. Jullie zien dus best dat dat een heel uitvoerige fiche is. Dan ja, schrik daar zeker niet van terug. Want uiteindelijk kan je dus eigenlijk als gemeente of als intergemeentelijke onroerend erfgoedorganisatie bij experts wel de nodige vorming dus aanvragen. We hebben dat bij Erfpunt dus begin het voorjaar van dit jaar gedaan via webinars. Dat, en dus twee plaatsbezoeken waar we dus eigenlijk degene die de inventarissen gingen nog verder uitvoeren, dat we die dus eigenlijk kennis over materiaal, symbolisme, architectuurstijlen, dat het lezen van epigrafie, aandacht hebben in verband met toestanden. Allee, dus dat zit er eigenlijk allemaal dus in webinars dat, in. En dat maakt eigenlijk wel de mogelijkheid. Ja, oké. Okay.
Eenmaal die big list is ontstaan, dan gaan we eigenlijk wel een stap verder naar de waardering van dat funerair erfgoed. En de bedoeling is eigenlijk van die big list naar een short list te gaan. En het afbakenen van erfgoedzones. Ik heb daarnet gehoord dat dat ook al even ter sprake is geweest bij de vorige presentatie. Criteria. Dus die voor de waardering van het funerair erfgoed worden gebruikt, dat is ja, het architecturale, volkskundige, het socio-culturele en het historische. Wie werkt daaraan mee? We hebben gezien dat elke gemeente ook hier zijn eigen keuze maakt. Er zijn in het Waasland gemeenten die dus eigenlijk een interne werkgroep nemen binnen de gemeente. En daarmee aan de slag gaan. Er zijn gemeenten die dus eigenlijk de vraag stellen, dus eigenlijk aan de aanwezige lokale erfgoedorganisaties, dat onder begeleiding dus eigenlijk van experts om tot een waardering te komen. En je hebt ook dus eigenlijk een mix van beleid, ambtenaren en dus eigenlijk dus erfgoedorganisaties. Als je de nodige criteria bezorgt, kan daar wel hele goede en faire resultaten mee bekomen worden. Uiteindelijk, dus binnen Erfpunt hebben we ook gekozen om met één categorie te werken, dus niet, dat niet elke gemeente andere categorieën heeft. Er is ook een consensus rond geweest. Dus we hebben een categorie met lijst van graven die in aanmerking komen voor bescherming, dus door de Vlaamse overheid. We hebben dan een lijst van graven met lokaal historisch belang, die gecommuniceerd worden naar het agentschap. En dan een lijst van graven die niet in die bovenvermelde categorieën vallen. Alright. Bij de waardering dan wordt er ook gekeken naar de omgeving, dus van de potentiële graftekens. En vaak, als we zien dat het in functie eigenlijk van het totaalbeeld, wordt dan eigenlijk ook een erfgoedzone of een funeraire zone afgebakend. Wat is dat eigenlijk? Dat is zo'n cluster van graven met erfgoedpotentieel, die ook het beeld en de sfeer van de begraafplaats mee bepalen. In die zone is elk grafteken daar te bewaren? Nee, dat niet. Dat is al een eerste bezorgdheid die we merken bij gemeenten van ja, zo'n hele zone, mogen we er dan niks niet meer in doen? We komen wel plaatstekort op dus binnen een aantal jaar. Dat kan heel goed voor verholpen worden door het feit dat je dan in die zones een reglement stelt en per zone bepaalt dus wanneer dus eigenlijk graven dus niet op de lijst zijn en waarvan de concessie vervalt dus verwijderd worden en een nieuw graf kan geplaatst worden dan eigenlijk zonder met materialen die niet storend zijn voor dus eigenlijk het aanwezige erfgoed. Daarnaast, en dat is ook belangrijk in functie van de waardering, wordt er eigenlijk historisch onderzoek gedaan. Hoe is de begraafplaats eigenlijk tot stand gekomen? Hoe is die ingericht? Dat is ook eigenlijk heel belangrijk in functie van de afbakening van uw erfgoedzones. En ook later voor het ontsluiten van begraafplaatsen. We hebben al gemerkt dat doorheen de tijd in toegang van begraafplaatsen dus gewijzigd is en de huidige toegang dan bijvoorbeeld eigenlijk niet meer strookt met dus de originele inrichting. En dan heeft de gemeente wel dus eigenlijk is die wel bereid om terug te gaan in die mogelijk en dus eigenlijk naar de oude toegang om dus eigenlijk die sfeer en dat beeld wel mee te helpen versterken.
Een voorbeeld van een erfgoedzone is hier op het kerkhof van Klein Sinaï. Hetgeen wat links zalmkleurig is aangeduid, is eigenlijk door, dus door de gemeente nu als erfgoedzone dus, omkaderd. De groene en de roze dus graven die afgebakend zijn en de gele, dat zijn zeker te bewaren items. En dan de overige kunnen dus bij verloop van concessie verwijderd worden. Maar dan is de bedoeling dat er een lijst komt, dus met richtlijnen. Dus als er nieuwe begraving komen, aan welke voorwaarden die moeten voldoen. Ik ben hier veel te snel. Ja. Het volgende is eigenlijk de opmaak van een proactief onderhoudsplan. Dat meteen al van in het begin, dus eigenlijk wanneer we dat traject rond een eigen lokaal funerair erfgoed dus opgestart hebben, is de bezorgdheid eigenlijk van de gemeenten. Ja, maar we hebben wel onderhoudsplicht. Hoe pakken we dat aan? We hebben echt niet de know-how in huis. Dat, waar kunnen we bij terecht? En we zijn dan eigenlijk in gesprek gegaan met Monumentenwacht. Dat Oost-Vlaanderen. En Monumentenwacht Oost-Vlaanderen heeft dus eigenlijk begin dit jaar een, laten we zeggen, een proefproject dat, in Gent gedaan rond de opmaak van een nulmeting. En dan eigenlijk van, laten we zeggen, de selectie funerair erfgoed. En dan eigenlijk een actieplan, formuleren van een actieplan, dat, wat er eigenlijk moet hersteld worden, of hoe er zorg voor moet gedraagd worden, dus van 5 jaar. Dat, daar, dus hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Wel, het is eigenlijk ook stapsgewijs. Laten we zeggen, Monumentenwacht komt ter plaatse met grondplannen en de lijst van dus de, laten we zeggen, de graftekens die op de die op het lijst funerair erfgoed staan. Vaak is dat maar een gedeeltelijke lijst. Sommige gemeenten kiezen om de lijst te nemen van kijk, de eerste, de, laten we zeggen, de graven waarvan de concessies de eerste 10 jaar vervallen, daar doen we nu een nulmeting op. Dat als dat, laten we zeggen, binnen 10 jaar, of laten we zeggen, binnen 8 jaar, doen we de nulmeting voor de volgende 10 jaar. Dat, dus dat maakt eigenlijk al, laten we zeggen, het, het actieplan al veel dat, kleiner en ook meer realistischer. De nulmeting, dus van die items, dus Monumentenwacht komt ter plaatse en elk item, elk grafteken wordt zeer zorgvuldig gescreend en dat wordt hun resultaten komen dan eigenlijk in een rapport, mijn actieplan. Daar zie je dus eigenlijk en dan op het einde van dat actieplan zie je dan eigenlijk een jaarlijkse check-up. Heb ik, Sarah, ik heb zo een ja, als... ja, ik ga de presentatie weer even stoppen. Ja, doe maar. Nu weten we hoe dat het moet, dus ga het wat sneller zijn. Ja, oké. Okay. Goed. Maar je kan even scrollen naar, ja, dat, naar zo één fiche. Dat... Ja, oké. Okay. Dus je ziet eigenlijk per object krijg je dus eigenlijk, je krijgt de ID-nummer waar dat het eigenlijk staat. Kan het misschien iets groter dan... ja, oké. Okay, ja, okay. En dan zie je eigenlijk al direct, dus een heel kort omschrijving, grafteken, opschrift, ketting. Is er iets misgelopen? Inge, ik heb je niet gehoord. Ben ik de enige die Inge niet hoort? Jullie allemaal niet. Inge, ja, ik hoor, ik hoor ook niks. Inge? Wacht, hè.
Hoe gaan we dat doen? Want die heeft niet door dat wij haar niet horen en zij zal ons ook gewoon niet horen. Inge, wij horen. Wacht, ik zal misschien mijn handje opsteken. Dan zal ze... Ja, ik kan zwaaien. Ja. Wij horen nu niet. Oké, ze heeft het door. Dat is al iets. Ja. Oké, ik denk dat ze opnieuw gaat inloggen. Dat is eventjes wachten. Terwijl we op Inge wachten, wil ik jullie opnieuw herinneren dat als jullie vragen hebben voor Inge, dat jullie deze zeker in de chat mogen stellen. Voilà. En nog ter informatie, Inge laat nu de testrapport van Monumentenwacht zien in de volgende sessie. Dat we gaan organiseren, gaan Monumentenwacht daar heel uitgebreid op in. Rond het behoud en beheer. Dus dat is ook nog interessant om mee te geven. Inge, zeg jij iets? Ja, ik denk dat ik terug ben. Ja. Je moet helemaal opnieuw beginnen, want het was eigenlijk heel snel afgebroken toen je de fiche ging in detail bespreken. Ja, mijn excuses. Want er was blijkbaar in één keer een storing op. Oké, zo eigenlijk Monumentenwacht gaat eigenlijk bij elk grafteken staan die dan stil. Ze geven ook een korte omschrijving. Dat, dus blauwe hartsteen, marmer, zamak. Opschrift, een ketting, grafteken. En dan ook, dus eigenlijk, ze maken eigenlijk een notitie van de staat waarin het zich bevindt. Redelijk. De kolommetjes zijn wat scheef gezakt, dat heeft nog geen gevolgen. Vermoedelijk was er vroeger een bekroning aanwezig. Je ziet dat hier eigenlijk boven. Dat bovenaan het grafteken lijkt er inderdaad wel iets afgebroken zijn. En dan het advies: marmer beschermen met micro. Kristallijne was en de kettingen terug in orde brengen. Want die kolommetjes, daar heeft eigenlijk wel een ketting aan gehangen om dus eigenlijk de grens van eigenlijk het grafperceel dus aan te duiden. Sarah, kan je nu even helemaal naar het einde van het document scrollen? Ja. Wacht hoor, dan... Misschien ietsje terug naar boven. Ja, oké. Okay. Decoratie. Ja, dan mag ze. Ja, dat is zoiets. Ja. Op het einde ziet hij dan eigenlijk per thema. Dus eigenlijk een actieplan voor de begraafplaats. Dan hier op vlak van decoratie. Dus dan zie je eigenlijk per item, grafteken, dan te opvolgen basjes, schade, porselein. Brons beschermen met microkristallijne was. Vernieuwen, embleem, oudstrijder. En dus zo heb je eigenlijk een lijst van te nemen acties. Heel overzichtelijk. Dan zie je ook dus eigenlijk dus de toepassing van, kijk, dat is voor die grafmonumenten van toepassing. De prioriteit wordt ook aangegeven. Van, kijk, is dat heel dringend? Hè? Dus of is dat binnen 1 tot 3 jaar dat je er toch iets aan moet doen? En hoeveel moet je dat jaarlijks opvolgen? Of is dat een eenmalig dus actie dat je moet ondernemen? En hiermee kunnen we verder aan de slag, dus bij de gemeenten. Dus de gemeenten hebben dan eigenlijk echt een werkboek waar dat ze ook aan kijken. Aan de hand van het rapport kan er ook een checklist worden opgemaakt
waar dat ze dus eigenlijk de mensen jaarlijks eens kunnen kijken. Dus van, laten we zeggen, dus de gemeente. Van ja, kijk, hoe zit dat met dat porselein? Hoe zit dat met die opschriften? Zijn er dus eigenlijk, is er verval te zien? Ze hebben die nulmeting. En als er bijvoorbeeld gezien worden van, ja, kijk, ja, die kettingen, die zijn doorgeroest. Dan weten ze wat ze moeten doen. Of er is een plint van de grafzerk dan eigenlijk neergevallen. Ja, dan weten ze eigenlijk uit de vorige actiepunten van kijk, dit moet er gebeuren en kunnen ze het dan ook weer in een to-do-lijst zetten. Ja, mag terug de presentatie. Dank je. Oké. Waar we recent eigenlijk een vraag rond gekregen hebben, is rond groenplannen voor begraafplaatsen. Dat meer en meer gemeenten, allee, bij ons in het Waasland, is men toch aan het nadenken om van die begraafplaatsen dus toch wat meer functie geven dan enkel een laatste rustplaats geven aan een bewoner. En dat kan ook. Want begraafplaatsen zijn eigenlijk tuinen voor de eeuwigheid. Ze zorgen voor verbondenheid, ze geven ruimte voor verschillende levensvisies. Het is ook een stiltegebied voor meditatie, overpeinzing, maar ook om het verwerken van verlies. En ook, laten we zeggen, een groene oase voor vaak het heel drukke en grijze stedelijk weefsel dat er om zich heen is. En daar zijn wij nu, dat is nog helemaal in conceptfase, verder over aan het nadenken. En op, zijn we op zoek naar eigenlijk mooie realisaties. Want bij dat groenplan, willen wij ook eigenlijk nadenken. En we willen kiezen eigenlijk voor bepaalde struiken, planten, bloemen, bomen. Die eigenlijk het erfgoedverhaal kunnen gaan dus versterken. Laten we zeggen, die oefening is eigenlijk in Nederland al veel over nagedacht. En daar willen we dus eigenlijk wel een beetje inspiratie gaan halen en dat toepassen. Wij hebben wel al een goede contact gehad, bijvoorbeeld met de begraafplaats in Gent. En daar heeft men ons wel al op gewezen dat we wel heel voorzichtig moeten zijn, omdat gezien klimaatopwarming en de soms droge en hete zomers, soms hele mooie planten met een sterk symbolisch verhaal, doodgaan dus, met die hete zomers. En dat is eigenlijk ook. Dus dat is wel een evenwichtsoefening dat we nog aan het zijn en ons verder in verdiepen. Ja, en dan als laatste stap denken we mee met de gemeenten eigenlijk aan het ontsluiten en het versterken van de aanwezige erfgoedverhalen. Bij de gemeente Beveren is al eens gewerkt aan QR-codes met een heel bescheiden en niet opvallend plaatje aan de zerken. Dus kunnen toch eigenlijk mooie verhalen dan gelezen worden. Ook hier gaan we dan eigenlijk zeer participatief en met brainstorm sessies willen we bij de gemeente daar aan de slag gaan. Goed, dan ga ik eens kijken. Ik weet niet of er vragen zijn. Wacht, want ik kan nu niet een chat zien, Sarah. Inge, ja. Ja. Heel erg bedankt voor je verhaal. Mm-hmm. Ik heb hier drie vragen. Maar ik hoor mezelf heel hard spreken. Ja.
Marie-Jeanne Talemans vraagt, heeft de gemeente onderhoudsplicht van de graven of enkel de wegen of enkel van de wegen en aanleg rond de graven? Dan van zodra eigenlijk, als je uw lijst hebt van funerair erfgoed en die is goedgekeurd door de gemeente en een concessie vervalt, dus van een grafteken op die lijst, de familie is helemaal uitgestorven of heeft geen interesse niet meer, dan komt wel dat onderhoudsplicht dus bij de gemeente. En het is in functie daarvan dat we dus eigenlijk dat proactief onderhoudsplan opmaken, omdat als je proactief gaat en dus eigenlijk jaarlijks dus eigenlijk onderhoud doet of herstellingen aan die grafmonumenten, dat je niet, laten we zeggen, binnen 5 à 6 jaar dus wordt geconfronteerd met een grote kost rond het herstellen, zodat het nog kan bewaard blijven. Ja, super, heel erg bedankt. Dan vraagt Els Vervaat, hoeveel betrokkenheid en inzet is er van andersoortige diensten en partners? Zijn ze van bij aanvang meegenomen? Denk aan groenbeheer, burgerzaken, begrafenisondernemers, dienstvrije tijd, etc. Laat ons zeggen dat de betrokkenheid van de gemeentelijke diensten heel groot is. Er is eigenlijk geen gemeente die zegt van ja, dat interesseert me niet. Ik voel me daar niet verantwoord voor, zowel groendienst als dus burgerlijke stand. Als de erfgoeddiensten zijn daar vaak bij betrokken. Bij begrafenisondernemers, daar hebben wij dus eigenlijk nog geen contact gehad. Maar wat er niet is, kan wel komen. Oké, bedankt voor je antwoord. Dan stel ik voor dat we de laatste vraag beantwoorden, die van Eddy van Leuven. Hij schrijft, ik ben benieuwd naar de budgetten voor onderhoud van funerair erfgoed van de gemeenten. Kennen de gedetailleerde plannen van monumentenwachten en vertalingen naar de begrotingen van gemeentebesturen? Wel, laat ons zeggen, wij zijn nu bezig met de opmaak van een eerste proactief onderhoudsplan. Er is eigenlijk 1 gemeente zover eigenlijk dat eigenlijk binnenkort, ik hoop volgende maand, dus eigenlijk het rapport kan worden voorgesteld aan de gemeentebesturen. En dan gaan we kijken dus welke zaken er moeten hersteld worden. Gaat dat ook om specialistenwerk en dan gaan we verder kijken. Momenteel hebben we daar nog niet echt een kijk op, maar ik verwacht dat we volgend jaar daar wel meer ideeën rond hebben. Oké, heel erg bedankt voor uw antwoord. Ik stel voor dat we de volgende vragen schriftelijk zullen beantwoorden en dat we verder gaan met de webinar. Het is nu de beurt aan Julie de Kaak, die medewerker is van Puur Sint-Amans en die het verhaal over de inventarisatie van de begraafplaats van Sint-Amans gaat brengen. Julie, het is aan jou. Oké, hallo, dag iedereen. Ik hoop dat iedereen mij goed kan horen. Mocht dat niet zijn, laat je het maar weten. Er is mij gevraagd om even kort toelichting te geven over hoe dat wij al te werk zijn geweest. Ik zeg al op voorhand dat wij in eerste fase zitten om dus te geraken aan die visie en dat beleid dat wij kunnen doortrekken naar al onze begraafplaatsen. Even kort schetsen, dus ik ben deskundig medewerker van de dienst Beleven bij de gemeente Puur Sint-Amans. Wij zijn een gemeente die zich eigenlijk tussen Gent, Antwerpen, Mechelen en Brussel bevindt, dus ergens centraal. Hier even een klein overzichtje van hoe wij eruit zien. Wij zijn een fusiegemeente sinds 1 januari 2019. Op dit moment hebben wij nog een 11-tal gemeentelijke begraafplaatsen. Dat gaat naar de toekomst iets beperker ook zijn. Begraafplaatsen vinden bij ons vallen dus onder de verantwoordelijkheid bij groenbeheer. En het is eigenlijk daardoor ook de vraag gekomen funerair erfgoed. Omdat er dus een nieuw huishoudelijk reglement is opgesteld geweest. Op basis van die goedkeuring is de vraag gerezen bij ons lokaal bestuur van kijk,
hebben wij iets van funerair erfgoed op onze begraafplaatsen, want dan dienen wij er wel de nodige maatregelen voor te voorzien. Hier even kort toelichting wat er in ons huishoudelijk reglement staat. Dus op dit moment zijn concessies voor 25 jaar. Voorheen in de oud-gemeente Puurs kon er ook geopteerd worden voor een looptijd van 50 jaar. Maar dat werd heel uitzonderlijk gekozen. Dus hernieuwingen ook zijn dus mogelijk voor 15 of 25 jaar. En vroeger in Oud-Sint-Amans kon dat hernieuwd worden voor 25 jaar. Nu, wat is er gebeurd na de fusie? Is er dus eigenlijk een hele inventarisatie gemaakt van alle concessies op alle begraafplaatsen. Zoals Jurie ook in zijn uiteenzetting heeft gezegd, werden dus bij alle begraafplaatsen, alle graven, borden geplaatst, waarvan dus de concessie al reeds verlopen was of ging verlopen. Mensen kregen dan eigenlijk de kans, hadden iets meer dan een jaar, als ik me niet vergis, de tijd om hierop te reageren en kregen de kans ook om gratis te verlengen. Er werd ook een oproep gedaan voor mensen die geïnteresseerd waren om dus zich aan te sluiten bij een werkgroep die zich dus ging inzetten specifiek naar dat funerair erfgoed en daar een lijst van op te maken. Daar is spijt genoeg niet heel veel reactie op gekomen, maar dat heeft ons natuurlijk niet gehinderd om verder werk daarvan te maken. Wij zijn eigenlijk begonnen bij het bekijken van de begraafplaats van Sint-Amans, daar de meeste bordjes werden geplaatst en daar dus de meeste graven hadden wiens concessie zou verlopen. Zoals je hier ook ziet, dit is ook een foto van de begraafplaats. Heeft deze begraafplaats ook wel specifieke graven die dus wel de nodige erkenning en aandacht van ons moesten krijgen. Hier zit je ook even een plannetje van hoe dat de begraafplaats van Sint-Amans eruit ziet. Je komt langs de ingang hier onderaan binnen. Zoals eerder werd gezegd, zijn wij ook te werk gegaan met het werken van erfgoedzones, hier in het rood ook aangekaart. En dat is eigenlijk het eerste kruispunt waar men zich, waar als je binnenkomt, opkomt. En dat is ook het oude gedeelte van de begraafplaats. De begraafplaats is in verschillende delen opgebouwd. Dus vroeger was dat heel klein en nu is dat een grotere oppervlakte met zich meegekregen. Vanuit het lokaal bestuur werd wel al redelijk snel aangegeven dat we een grote focus gingen leggen op dat uitzicht, die architecturale waarden. Er zijn ook enkele kunstenaars aanwezig, zoals Romain Steppe, Romain de Zager, Frans de Vadder, om zij die kennen. En hebben we ook een militaire begraafplaats aangelegen in Sint-Amans. Hoe zijn wij verder te werk gegaan? Dus wij hebben afspraak gemaakt met de verantwoordelijke schepen, de directeur van Groenbeheer. Zijn wij naar daar gegaan, met mezelf als ook. Jurie is zelf ook een keer ter plaatse geweest om tips en tricks te geven hoe dat wij hier best mee te werk konden gaan. We hebben natuurlijk ook een heel actieve heemkundige kring in Sint-Amans. Die hebben wij ook betrokkenheid gevraagd bij dit hele gebeuren. En hebben wij aan hun eigenlijk als eerste gevraagd om eens een inventarisatielijst te maken hoe zij dit zien. Hè. Er was een hele lijst die heel persoonsgebonden was, maar natuurlijk ook heel uitzichtwaardevol erin werd opgelegd. En die lijst hebben wij dus intern bij het lokaal bestuur besproken en onderzocht. Er is beslist, dat is een visie waar dat het lokaal bestuur dus eigenlijk achter staat, om voornamelijk de focus te leggen op het architecturale, omdat bij het persoonsgebonden het verhaal eigenlijk redelijk snel vast zat. Het lokaal bestuur heeft hierin de verantwoordelijkheid om een beslissing te maken wie er in die lijst, die inventarisatielijst, gaat opgenomen worden. En zij zagen dat eigenlijk niet echt zitten om keuzes te maken van wie wel, wie niet, op basis van dus de persoon die daar lag. Dat is een heel gevoelig onderwerp en zij zijn daar heel van bewust. De heemkundige kring, die is, zoals dat net ook aangegeven wordt, is met een hele big list gekomen. En wij hebben die als lokaal bestuur dan echt wel heel iets beperkter gemaakt op basis van dus die erfgoedzone dat is aangekaart. In die lijst waar wij de focus op willen liggen, zijn sommige concessies dus nog niet verlopen, maar we hebben die wel al preventief opgenomen in de lijst, zodat hier nadien wel de nodige plannen voor kunnen gemaakt worden.
Dus we hebben enkele verhinderingen met COVID-19 en zo. Heeft dat een beetje langer geduurd? Er zijn ook nog vragen vanuit het lokaal bestuur. Wat met graven die niet op deze inventarisatielijst van funerair erfgoed komen te staan? Wat zijn de richtlijnen naar de gemeente toe voor onderhoud? Het hele Peter-Meter-verhaal is ook aan bod gekomen bij ons. Hoe kunnen wij andere mensen hiervoor betrekken? Want de Heemkundige Kring heeft dus een hele lijst uit hun expertise opgemaakt. Daar zijn een aantal graven die dus het lokaal bestuur niet gaat opnemen. Maar wat dus met die graven? Kunnen zij daarvoor betrokken geraken? Kan er inderdaad een educatief verhaal aan het pas komen? En bij ons is ook natuurlijk de vraag van wat met militair funerair erfgoed? We hebben een paar militaire graven op de verschillende begraafplaatsen. Is hier het lokaal bestuur is hier de vraag gekomen van is hier een apart beleid rond of valt dit in zijn gehele onder die visie? Dus dat is een vraag die wij ook nog hebben. Dus wij zijn nu, dit is dus de eerste fase die wij hebben gehad, dus wij zijn nu in de eerste fase daar naartoe. Het bedoeling is dus nu om een heel rapport daar rond te maken, een inventarisatielijst, een werkboek zoals daarnet ook werd aangegeven, waar dat heel duidelijk per graf gaat duidelijk gemaakt worden wat daar nodig aan is. Want op basis daarvan wil de gemeente echt wel zijn onderhoudsplicht opnemen, die rol opnemen om dat allemaal te behouden. Er is nog geen zicht op wat de budgetten hiervoor gaan zijn, die nodig zijn om die te behouden en te bewaren. Maar dat gaat sowieso in de volgende fases zeker aan te pas komen. Vergroening is ook heel belangrijk bij ons in de gemeente. Dat is ook al heel duidelijk meegenomen naar de verschillende begraafplaatsen. Wij willen ook af van dat grijze kiezeltjes. Wij willen meer bloementuinen ervan maken, zodat het inderdaad niet enkel een duistere plek is tussen haakjes, een droevige plek, maar een plek om de mensen die er niet meer zijn te eren en te herdenken. Dus dat is zeker ook de bedoeling. Dat is heel kort samengevat waar wij mee bezig zijn, waar wij al staan. Nog heel beperkt, ik zeg het in de eerste fase, maar het is een punt, dat een onderwerp dat wel heel belangrijk is in onze gemeente. Dus waar wij zeker verder mee willen gaan. Dus dat is zeker de bedoeling. Ik kan ook zelf niet zien of dat er nog vragen of zijn. Er zijn niet meteen vragen. Ome, maar je hebt zelf een vraag, hè, rond het militair erfgoed. Dus ik denk dat, Jori, ik hoop dat je er nog bent. Dat hij de. Ik ben er nog, super. Zou jij die vraag kunnen beantwoorden? Eerst de camera opzetten. Voor zover ik weet, in de wetgeving op de begraafplaatsen staat er geen expliciete regel van hoe je met dat, militair erfgoed moet omgaan. Ik ben nu niet thuis in of dat de regels zijn rond oudstrijders en oorlogsslachtoffers. Ik dacht van niet. Dus als gemeente kan je daar eigenlijk zelf beslissen van hoe je die ereperken of die verspreid aanwezige graftekens wil gaan bewaren. Over het algemeen hoor ik bij gemeentes dat men toch een beetje gevoelig is voor die oorlogsslachtoffers. Er is nog een verschil tussen zij die sneuvelden en zij die oudstrijder zijn. Soms vind ik het een win-win als ze een beetje in eenzelfde perk liggen. En het zijn private graven, dan kan je en je oorlogsslachtoffers houden en ook verschillende typologieën meteen, graftypologieën of graftekens bewaren. Andere gemeentes zeggen van, en soms op vraag van oudstrijdersbonden zelf, van het onderhoud is gewoon niet meer te volgen. We kiezen voor een volledige nieuwe aanleg. We beschouwen dat als een vorm van ereperk. En dan kan ik alleen maar aanraden van kijk dan toch over naar die graftekens die er staan. En kan je niet, zoals ik aangegeven heb ook in mijn presentatie, iets creatiefs doen met de aanwezige grafstenen. Niet noodzakelijk door ze bovenop het graf zelf te bewaren, maar bijvoorbeeld als een soort van eremuur bij dat ereperk gaan op te stellen. Dan blijven namen, data en zo toch bewaard. Vereenvoudigt denk ik het onderhoud ook. Maar er is terug die creativiteit waarover ik sprak. Hè. Dus je kan eigenlijk heel veel richtingen en ik denk niet dat het echt vastgesteld is. Nu,
over het algemeen zijn er ook geen problemen, denk ik, met de klassieke ereperken waar allemaal diezelfde grafzerkjes zijn. Daar zien die militairen er ook al als een half leger uit. Hè. Dus allemaal heel strak in het gelid. Het zijn vooral die private graftekens die voor problemen zorgen of waar men over nadenkt. Dus ik weet niet of dat een beetje antwoord is op... Ja, helemaal. Dank je wel. Oké, dan stel ik voor dat wij nu afronden, want het is 11:06. We zijn 6 minuutjes over tijd. Nogmaals bedankt aan alle sprekers voor alle info. Dat kunnen we nu even laten bezinken. Zijn er vragen die bij jullie nog opkomen of die dat jullie nog niet hebben gesteld? Stuur ze gerust naar mij of mijn collega's door. En wij bezorgen die gebundeld aan de sprekers om op die manier de antwoorden te kunnen verzamelen. Ik geef jullie ook mee dat wij een volgende sessie plannen op eind januari, 31 januari. Een uitnodiging zal nog volgen en die gaat gaan over behoud en beheer. En dan wens ik jullie een aangename namiddag en smakelijk vooral.